Goedemiddag, ik ben nog steeds in Beuningen en het is ontzettend gezellig. Ik sta hier naast burgemeester Daphne Bergman van de gemeente Beuningen. Goedemiddag, hoe is het tot nu toe? Geweldig. Echt, de sfeer is helemaal top. Iedereen is zo blij dat ze weer kunnen wandelen. Het publiek is echt super blij dat we weer de Vierdaagse doorheen hebben. Dus gewoon één groot feest. Ja, want we hebben toch even een aantal jaren moeten missen. Is dit nou een beetje hetzelfde als 3 jaar geleden? De sfeer is weer helemaal terug zoals het was. Het is iets rustiger, want er zijn minder wandelaars. Maar voor de rest is het weer helemaal de ouderwetse Vierdaagse, helemaal terug. Dus dat is heel fijn. Goedemiddag is het inmiddels. Waar komt u vandaan? Eindhoven. En hoe is het om hier te zijn? Geweldig. Ja, het is hartstikke leuk. Dat we weer mogen lopen is gewoon heel fijn, ja. Ja, wat had u het gemist? Ja, wel 2 jaar aan corona, hè, dus... kon je het niet lopen. En die jaren daarvoor ook altijd meegelopen? Ja, toen had ik 10 keer gelopen en ja, toen wilde ik door en toen ging het eigenlijk niet. Nee. Vandaag dan de eerste dag, hoe bevalt het tot nu toe? Ja, fantastisch. Alles zingt weer en eet en gezelligheid en echt leuk. Ja, ja, en ik zag ook al dat er wat wandelaars naar jou toe komen. Ja, inmiddels kennen een aantal wandelaars mij, hè. Dus die willen dan graag even weer gedag zeggen. En wat ontzettend leuk is, ze bedanken me altijd dat we weer door Beuningen mogen. Want zeggen, door Beuningen lopen is altijd een feestje. Beuningen is echt gastvrij, dus dat is natuurlijk heel leuk om te horen. Ja, wandelaars voelen zich dus helemaal thuis in de gemeente Beuningen. Ja, die voelen zich helemaal thuis. Zeiden de 2 net tegen mij, misschien gaan we wel verhuizen. Beuningen is zo leuk, grapje natuurlijk, maar het zegt wel iets over de sfeer inderdaad. Ja, dat zegt zeker wat over de sfeer. Dat doet de gemeente hartstikke goed. Ja, dat doen we. Nou, dat doen de inwoners goed, hè. De gemeente heeft natuurlijk, wij staan daar met een tent. Precies, ja. Maar dat doen de inwoners, hè, met z'n allen. En dat vind ik ook wel, dat stralen we ook wel natuurlijk als college en burgemeester uit. Dat ze heel fijn vinden dat ze hier weer zijn, hè. Dus je doet met z'n allen, hè, de Vierdaagse.